Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. Eigenlijk dit keer over laser snijden. Deze week is Koningsdag en wij zijn nog steeds bezig met onze crowdfunding actie voor de 3D printers voor de twee Oekraïense jongens. En we hebben besloten dat wij daar op een kleedjesmarkt gaan staan, zeg maar, met vele zaken die ik 3D gelezen heb en vele zaken die ik 3D geprint heb. En daarnaast mijn epoxy sieraden. Nu kwam ik in mijn arsenaal met materialen, kwam ik 1 mm dikke acrylplaatjes in het zwart tegen. En ik had vanuit de epoxy nog een heleboel houdertjes voor oorbellen. En ik ben niet zo iemand die zo graag oorbellen maakt en ik heb ook geen epoxy in huis. Maar ik dacht van, weet je, zou je dat nou niet kunnen doen met dun acryl? En dat procedé wil ik je vandaag gaan laten zien. Waarschuwing vooraf. Zorg voor hele goede ventilatie. Want die acryl die stinkt enorm als je die gaat laseren. En dit is best een proces, want je moet er 2 tot 3 keer overheen om lekker door dat materiaal heen te kunnen snijden. Het resultaat echter is verbluffend. Ik zal je even iets laten zien daarvan. Even kijken of ik dat een beetje goed kan houden. Veel mooier kan je het op andere middelen niet maken. Zo'n CNC-machine is gewoon zo super zuiver dat je daar de meest lastige ontwerpen mee kunt snijden. Ik ga je dat procedé laten zien. Veel plezier met deze video. En wie weet, vind je het ook leuk om een keer te gaan doen. Het eerste stukje in het procedé is het prepareren van de acrylplaat. Om te beginnen heeft hij aan beide kanten een beschermfolie en die moet er natuurlijk af. En om te voorkomen dat het acryl gaat smelten, breng ik schilderstape aan in 1 laag over allebei de kanten van de acrylplaat. Dat ga ik even off-camera doen, want dat is nogal een klein werkje. En ik ga je zo meteen daarvan het resultaat laten zien. Zo, de plaat is voorbereid. We hebben hem beplakt met schilderstape aan beide kanten. Dit zorgt er natuurlijk wel voor dat we straks wat opruimwerkzaamheden hebben, want dat tape zal moeten worden verwijderd. En dat gaan we natuurlijk helemaal aan het eind doen. We gaan kijken op de computer waar we de bestanden vandaan halen. En we gaan ze in Lightburn zetten. De website die ik zoals zo vaak gebruik om zaken te downloaden, dat is de website www.amede.com. Waarom? Simpelweg omdat je hier gratis designs kunt downloaden en je kunt van alles natuurlijk gaan kopen op Etsy. Je kunt het ook zelf maken, dat is wel mooi natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Maar waarom zelf maken als het al ontworpen is? Wat we gaan doen, we doen in de search bar, dus in het zoekvak, doen we invoeren earrings. Doe het nou niet in Nederlands, want dan vindt hij niks natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. Dus we doen earrings in het Engels. En dan krijgen we hier allerlei soorten van oorringen te zien. En waar ik wel even op let is dat erbij staat dat het ook een DXF bestand bevat. Want ik vind dat verreweg het makkelijkste werken. Nou, stel ik wil deze downloaden, dan klik ik daarop, krijg een reclame te zien, die druk ik weg. Krijg een nieuwe pagina, als die zin heeft, daar komt die. En dan ga ik naar beneden totdat ik tegenkom van ik ben geen robot. Hier staat hij. Ik klik dat vervolgens aan. En ik krijg download. Ik krijg een nieuwe pagina te zien. Hij is hem aan het downloaden op dit moment. En op die nieuwe pagina zien we een balkje lopen die de download klaarmaakt. Als ik dan vervolgens klik op download, let maar eens op, dan gaat hij mij vragen waar ik dat wil opslaan. Het is een zip-bestand, dus een ingepakt bestand, wat je moet uitpakken. Ik heb dat al meerdere keren in mijn video's laten zien en ik ga dat dus niet opnieuw doen. In dat zip-bestand zitten een aantal bestanden, maar één van die bestanden is een DXF-bestand. En dat is het enige wat we nodig hebben, dat DXF-bestand. Nou,
We gaan kijken hoe we dat dan gaan verwerken in Lightburn. Zo, in Lightburn begin ik met een vierkant te maken van 20 bij 20. En dat zet ik op een toolpad. Dat wordt dus niet gelezen, maar is simpelweg de vorm van het materiaal. Dat is niet helemaal waar, want de helft is al weggelezen in dit geval. Maar dat maakt niet uit. En dat maken we dus 200 bij 200, want dat was de maat van ons plaatje. En we zetten hem ook in het centrum. Dat doen we door zo'n kruisje hier rechtsboven te klikken. Dan staat hij precies in het midden, 200 bij 200. Dan gaan we importeren dat DXF-bestand wat we gedownload hebben. Deze hier. Hij is erg groot, zoals je ziet. Maar dat maken we wel kleiner straks. Waar het mee begint is dat we het selecteren, op de zwarte laag zetten. En die zwarte laag die krijgt een snelheid van, ik heb het namelijk iets aangepast, 800 bij 75 en dat ga ik drie keer doen. Zo. Oké. Vervolgens ga ik het ungroepen. Dat doe ik omdat hier onderin die tekst staat. En die tekst die ga ik er dan uit verwijderen. Die ga ik weggooien. Zo. En wat ik ook weggooi is één van die twee objecten. Maar daarvoor ga ik het eerst eventjes, want ik heb er natuurlijk maar eentje nodig. Die kan ik vervolgens kopiëren. Dus ik ga de rechter, die ga ik weggooien. Ik moet een beetje oppassen dat ik niet dat rode vierkantje meegooi, weggooi. Want dat is hetgene wat natuurlijk de vorm van mijn materiaal was. Even al die onderdeeltjes weggooien die er zijn. Dat zijn er nog maar twee op dit moment. En voilà, het is schoon. Dit bovenste rondje heb ik ook niet nodig. Ga ik ook weggooien. Dat kan wel, maar in mijn geval vind ik dat verder niet mooi. Dus ik pak deze hier. En die ga ik een heel stuk kleiner maken. Ik vind zeg maar een hoogte van 45 vind ik meer dan voldoende. Ik moet hem wel even lokken. 45 is 4,5 centimeter. Dus nu kan ik het ook weer groeperen. Het is ook altijd handig om even te doen. En nu gaan we weer inzoomen. Natuurlijk te ver ingezoomd, want hij zit aan mijn linkerkant nu. Hier zit hij. Gaan we inzoomen. Zo. En hier heb ik er 4 van nodig. Dus ik kopieer ze. Ctrl of selecteren, Ctrl-C, Ctrl-V. Dat is de derde. En nog eentje is 4. Wat je natuurlijk doet, als je verschillende vormen hebt, dan ga je proberen het zo te draaien dat het zo best mogelijk, zoveel mogelijk op één plaat gemaakt wordt. In dit geval is dit voldoende. En dit ga ik dan klaarmaken voor de laser. Dus ik ga dit opslaan en dan kunnen we dat gaan laseren. Nadat je natuurlijk hebt gefocust en gekaderd, kunnen we nu gaan laseren. Dat laseren, dat doe ik op dit moment met 800 mm per minuut en 75% power. En dat in 3 loops, dus in 3 lagen. Dat heeft een beetje te maken met het feit dat ik de schilderstift eroverheen geplakt heb. Dit verschilt natuurlijk per machine. Dit geldt voor mijn 10 watt Autolaser Master 3. En dan gaan we straks zien hoe dit eruit komt te zien. In de volgende stap moeten we natuurlijk al dat blauwe tape weer van de acryl verwijderen. En dat is wat ik nu ga doen. Ook dat ga ik off-camera doen, want het is priegelwerk. Maar gaat uiteindelijk wel lukken. We gaan dus zometeen het resultaat hiervan laten zien. Zo, en dan komt nu het maken van de oorbelletjes. Zo'n oorbelletje bestaat uit het gedeelte wat in het oor gaat. Even kijken, zo ja. Daar komt dan een klein ringetje doorheen. Ringetjes heb ik hier, even op mijn vinger doen. Ja. En vervolgens komt daar de oorbel doorheen. Die ga ik nu allemaal in elkaar zetten. En dan ga ik je zo meteen het resultaat daarvan laten zien. Zo, lieve mensen. En dat
is dan het eindresultaat. Een eindresultaat wat er absoluut wezen mag. Simpel 1 mm dik zwart acryl met wat oorbel onderdeeltjes die je allemaal bij AliExpress kunt bestellen. Ik denk dat het resultaat mooi geworden is. Ik hoop dat het leerzaam was voor iedereen en dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag!